Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dassai, meldde tijdens een persconferentie dat er geen cyanide is gevonden in het water van het Stuwmeer. Vorige maand is een truck in het Afubaka Stuwmeer gestort, waarbij bezorgdheid was ontstaan over mogelijke verontreiniging van het water. De SWM heeft om de veiligheid van het drinkwater te waarborgen op 3 locaties in Brokopondo watermonsters afgenomen. Er zijn 4 monsters, watermonsters genomen in het gebied en die zijn gebracht naar het lab. De resultaten geven aan, want er is dus gewerkt met standaarden, USEPA, dat staat voor de US Environmental Protection Authority standaard, en het IFC, dat is een standaard voor metalen om te kijken hoe ver er contaminaties van metalen. De resultaten wijzen uit, die zijn binnen. De resultaten van het NMA zelf, die de monsters hebben genomen, die wijzen uit dat er geen cyanide voorkomt, omdat het onder de maximale standaard is en dat de pH-level dus binnen tussen 5 en 9 is. Dus dat tussen 7,4 en 7,8. Het Openbaar Ministerie OM onderzoekt de eigenaar van de truck, de oorzaak van het incident en de inhoud van de lading. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, heeft het gebied afgesloten en water aangevoerd voor de lokale bewoners. Er zijn opnamepunten in het Stuwmeer van het SWM. Er zijn de drie opnamepunten in het Stuwmeer zijn getest en ik heb de resultaten. Het gaat om Vraag, Klaas, K34, station Stuwmeer, intake PSBW. Stuwmeer 20 kilometer van het incident, dat is de derde. En die wijst ook uit dat er geen cyanide voorkomens is. Dus volgens de resultaten geen cyanide bij de opnamepunten van SWM. We zijn nog... De uitkomsten van het onderzoek van het OM en de Nationale Milieuautoriteit NMA worden nog afgewacht.